soort vermoedens, waar Trump het ook een beetje over heeft. Kijken jullie naar die variant? Zeker, daar is ook in januari en februari al uitgebreid naar gekeken, omdat die theorieën natuurlijk meteen opkwamen. Maar wat dus als stel dat die zoektocht naar een laboratorium leidt, dan is dat absoluut niet buiten de, zeg maar, buiten de missie. Daar hebben we het al over gehad. Maar de analyses die gedaan zijn, die pleiten eigenlijk op alle mogelijke manieren tegen die theorie. Er was inderdaad een soort complottheorie. Dat was vanwege specifieke kenmerken van het virus, maar die zijn allemaal ook in de natuur terug te vinden. Dus er zijn prima biologische verklaringen voor te vinden. Fake news. Het maakt het niet gemakkelijk, hè? Jullie werken op dit moment met heel veel desinformatie, complottheorieën. Jullie krijgen te maken met bedreigingen zelfs, horen veel van OMT-leden. Zelfs dat je twijfelt van, moeten we hier wel nog aan tafel gaan zitten? Wat voor een jaar is het voor jou geweest? Want je werkt je helemaal te pletter, maar je krijgt het niet altijd terug. Nou ja, ook wel. Het komt uit een bepaalde hoek. Dat is natuurlijk niet leuk. Dat is ook wel even wennen, want ik denk ook wel weer, wacht, over een jaar zijn we allemaal weer lekker anoniem. Het hoort erbij, wordt gezegd. Daar heb ik moeite mee, omdat ik zeg van, ja, maar hoezo? We hebben toch ook fatsoensnormen. Want hoe ernstig zijn die bedreigingen? Nou, ze zijn vervelend. Ze zijn echt vervelend over, dat gaat van Nuremberg-tribunaal tot de strop, tot, de vriendelijke. En alleen op social media of krijg je ook thuis bedreigingen? Nou, nee, dat blijft vooral beperkt tot social media. En je ziet ook, er zijn ook huis-aan-huis blaadjes waar mijn naam niet in de meeste mooie bewoordingen genoemd wordt. En dat is gewoon vervelend. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is, daarom praat ik er ook over, is dat ik vind dat we het niet gewoon moeten vinden. Met name niet als, kijk, ik snap dat mensen gefrustreerd zijn en af en toe wat roepen en dat is allemaal prima. Tot op zekere hoogte. Ja. Maar als je echt gaat proberen om toch theorieën te verkondigen waarvan nou echt evident duidelijk is dat die niet kloppen, dan ben je ook wel een beetje ondermijnend bezig, vind ik. En daar heb ik wel moeite mee. En daarvan vind ik ook dat zien we overal. Dat hebben we natuurlijk in de VS gezien. Ik vind dat we op zoek moeten naar manieren van, wat doen we daar nou eigenlijk mee? Want eigenlijk vinden we dat allemaal lastig. Ja. De journalistiek vindt het lastig, de wetenschap vindt het lastig, de politiek vindt het lastig. Ja. Nou, daar moeten we toch iets op gaan verzinnen, vind ik. Ja. Dus u blijft hier in ieder geval aan tafel komen vertellen over alles wat u onderzoekt en wat u vindt, ook als u terugkomt uit Wuhan. Ja hoor. Ja.